Hey allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En in deze video ga ik jullie vertellen wat de chiller plekken zijn op de Amstel Campus om bijvoorbeeld je huiswerk te maken, om met een team samen aan een project te werken, of waar je gewoon even je hoofd kan leggen. Of om... noem het maar op. Gewoon chiller plekken binnen de Amstel Campus. Blijf kijken! Om te beginnen, dan heb je in het Theo Thijshuis op de tweede verdieping heb je de Media Lounge. En dit is een hele grote open lounge met banken en hele lange tafels, kleinere tafels, heel veel stoelen, stopcontacten, verlengsnoeren. En dit is echt een topplek als je creatief aan het werk wil en als je met een groepje moet brainstormen. En kijk eens wie we hier tegenkomen in de Media Lounge. Dat is onze YouTuber Joey! Ook heb je in Theo Thijshuis beneden een kantine. De kantine heeft ook een aantal zitplekken. Hier kun je natuurlijk niet alleen eten, maar hier kun je ook gewoon even studeren. Verder zit er aan de overkant van Theo Thijshuis het Benno Premsela huis. En hier heb je ook een kantine waar je heerlijke koffie kan halen. En rondom de koffiezaak heb je ook meerdere zitplekken. En als je dan een klein stukje doorloopt, heb je een klein doorgangetje. En daar heb je ook een soort van, ja... ik weet niet hoe ze het noemen, maar ook een chille plek met wat hogere tafels en hogere stoelen. Die zo heel chill zo rond kunnen draaien. Vervolgens zit er in het Koonstamhuis op de tweede verdieping uit mijn hoofd een bibliotheek. Hier kan je in alle rust kan je leren. Ondertussen heb je om je heen genoeg boeken om eventueel informatie uit te kunnen halen. Er zijn genoeg zitplekken, dus hier kan je echt heel goed leren. Als je bijvoorbeeld een tentamen hebt en je hebt echt even rust nodig, dan kan je hier heel top leren. En als je dan toch in het Koonstamhuis bent, dan heb je in de aula beneden heb je twee hele mooie hoge trappen. En die trappen zijn voorzien van zitzakken, tenminste meestal. Soms zijn ze even verplaatst. Maar meestal liggen er zitzakken op en dan kan je heel chill op die zitzakken luieren. Terwijl je overzicht hebt over de hele aula. En dan heb je ook nog, boven de aula heb je een trap omhoog. En als je daar zit, dan heb je allemaal hele kleine nisjes. Dus dan kan je of met z'n tweeën zitten of met z'n zessen kan je ook zitten. En dan kan je heel chill met een team ook overleggen. En de leuningen achter zijn best wel hoog, waardoor je een soort van afgezonderd gevoel hebt. Dus je hebt niet het idee dat je af wordt geleid door mensen om je heen. Ook heel chill. En dan het laatste gebouw en ook het grootste gebouw van de Wibautstraat. Dat is, nou ja, het grootste gebouw. Het is het hoogste gebouw van de Wibautstraat. Dat is het Wibauthuis. En ik noem die zelf altijd roltrappenland. Want het Wibauthuis heeft roltrappen. Van de eerste naar de tweede verdieping. En in het Wibauthuis heb je ook een hele grote kantine. Hier kan je ook met meer dan genoeg mensen plaatsnemen om te werken. Je hebt, als je met de trap omhoog gaat in de kantine, kom je bij de bibliotheek. En bij de bibliotheek heb je ook heel veel plek met rust. Waar je stil moet zijn. Dus waar je echt heel chill gefocust voor jezelf kan leren. En dan kan je zelfs bij de bibliotheek een muntje halen. En met die muntje kan je in een massagestoel zitten. En kan je voor 50 cent kan je gewoon even helemaal... kan je helemaal zen, kan je even genieten van een massage voor maar 50 cent. En dan ook nog, in het Wibauthuis heb je de rustruimte. En in de rustruimte kan je gewoon powernappen. Hoe cool is dat? Er staan van die verplaatsbare muurtjes. En dan kan je gewoon liggen en kan je zo'n muurtje voor je schuiven en dan kan je gewoon powernappen. Hoe chill is dat? Ik vind het heel cool. Dit was de video over chille plekken binnen de Amstel Campus. Wil je nou nog meer video's van de HVA zien? Klik dan hier. En dan kan je abonneren op het HVA YouTube kanaal. Of wil je graag mijn vorige video zien hoe je als student met zo min mogelijk geld kan overleven? Klik dan hier en dan kan je mijn vorige video bekijken. En voor nu zeg ik, zoals altijd, ciao!